Sims 3 video heb ik dit mega grote crossterrein gemaakt. En vandaag is het tijd om een gat op onze manege op te vullen. Dit is onze manege tot nu toe. En je kan hier al een beetje zien, ja, dat het hier een beetje leeg is. En ik heb een aantal hele leuke ideeën van jullie gekregen. Ja, van wat ik met dit gat hier zo moet doen. Dus het gaat heel leuk worden. En heb je zin in deze video, doe dan een duimpje omhoog. En dan gaan we gewoon beginnen. En laten we eerst maar eventjes die super onhandige balletjes weghalen die hier liggen. En er staat hier ook nog een hele rare hindernis. Dat ligt sowieso in de weg. Maar goed, jullie vonden het dus heel erg leuk als ik hier zo in dit hoekje een logeerkanaal zou maken. En hier een beetje wat extra poets plaatsen. Een chillplek voor de mensen. En als ik kijk naar de ruimte die we hebben, denk ik dat dat wel moet gaan lukken. Maar hier is ook nog een keertje de ingang van de rijbak. En ja, dat is natuurlijk aan deze kant. Dus er moet eigenlijk ook nog een soort van wandelpad komen. Maar er moet dan ook een wandelpad naar de logeerkanaal komen. Dus dan krijg je ja best wel een gek looppad. Een beetje in allemaal hoekjes. Dus ik dacht, weet je wat? Wat als ik nou de ingang van de paddo's doorbreek? Kijk, dit is eigenlijk een doodlopend straatje. Dus we halen dit weg. Au, dit doet pijn aan mijn hart. En dan maken we dit als toegang naar de longeerkraal. Ja, ik weet niet of dat handig gaat zijn, maar we gaan het maar gewoon proberen. Doe nog een duimpje omhoog als je dat nog niet had gedaan bij deze video. En heb je de vorige Sims 3 video's nog niet gezien over hoe we alles bij deze manege hebben gebouwd? Kijk even dit i'tje, want daar staan ook alle andere Sims 3 en 4 video's. Ik weet ook eigenlijk niet of je echt een longeerkraal kan maken in een rondje. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik pak gewoon een stuk hek. Kijk, dit dacht ik dus al. We kunnen inderdaad geen rondje maken. Dus het moet een soort van achthoekig dingetje worden. Oh, hoe ga ik dat doen? Het wordt wel een grote longeerkraal. Wacht, oké, hier is het wandelpad. Dus dat zou betekenen dat de ingang van de longeerkraal dan ongeveer hier komt. En misschien dat we hier ook nog een weggetje maken. Hekje geplaatst. Ja. Ik weet niet of dit goed gaat. Het wordt wel een beetje een raar dingetje. Maar, nee, wacht, nee, dit is niet goed. Wacht, deze moet 4. Ja, en wow. Heb ik nou zojuist in minder dan 30 seconden een longeerkraal gemaakt? Hij is eigenlijk nog best wel goed. Wat als ik er nou dan een hek in zet? Want kijk, we hebben hier een poort. We moeten natuurlijk ook een ingang hebben. En wow. Het past eigenlijk nog best wel goed. Wow, ik ben verbaasd over hierover. Kijk nou, want dat hekje staat ook heel mooi in het midden. En dan kunnen we hier ook nog een wandelpad maken. En misschien, ja, als we nou hier ook nog een ingang hebben, dan heeft die longeerkraal gewoon meerdere kanten waar je erin kan. Wow, oké. Dat ging snel, Dus eigenlijk het doel van deze video is dus om het gedeelte hier zo van de manege op te vullen. En ik weet eigenlijk niet helemaal wat ik moet doen met de andere gedeeltes van de manege. Ik zal het even laten zien. Kijk, we hebben hier eigenlijk natuurlijk nog de kantine en de zadelkamer. En ik heb ooit gezegd dat ik die natuurlijk ga afmaken. Eigenlijk, ja, zit altijd het dak erbovenop en zie je de kantine en zadelkamer niet echt. Ik weet niet helemaal of ik nou een zadelkamer moet gaan maken terwijl je het eigenlijk niet ziet. Ofwel, laat het even weten in de comments wat jullie leuk vinden. Oké, ik denk dat ik eigenlijk wel blij ben met de vorm van de longeerkraal. En dan ga ik er maar gewoon zand in gooien. Moet even kijken welke kleur zand ik toen heb gebruikt. Is dat deze? Nee, is het dan is het dit? Oh, het is deze kleur, deze. Ik weet alleen niet hoe ik in die hoekjes daar kom. Oh, wacht, nu gaat het wel aardig goed. Laten we het pad nog even doortrekken, want we hebben hier ook nog het wandelpad. En ik ben dan wel benieuwd hoe het eruit ziet als we het helemaal doortrekken. Ja, want de ingang van de longeerkraal die zit dan... Ho, dit ging mis. Oké, het gaat wel goed. Die zit hier. Ja! Kijk nou, het is gewoon gelukt. Dan kunnen we gewoon hier eigenlijk nog een extra entree naar de manege maken. Maar dat gaan we niet doen. Ja, we zouden eventueel wel nog een extra toegang naar de rijbak kunnen maken. Is dat handig? Als ik gewoon hier zo in het midden... Moet ik even kijken wat precies het midden is. Ik denk hier. Oh, dat kan wel. Ja? Je begint bij fase 1. Dan pak je je paard uit de paddock. Dan ga je je paard longeren in de longeerkraal. En vervolgens ga je rijden. Wauw. Alsof er gewoon over na is gedacht. Ik verzin het gewoon allemaal ter plekke. Maar het is eigenlijk best wel leuk. Oh, hier word ik dan niet helemaal blij van. Kijk, als ik die hechtjes weghaal. Het is net niet helemaal goed uitgelijnd. Kijk, dat kan ik niet tegen. Dus wacht even kijken hoe ik dit ga oplossen. Misschien dat ik het wandelpad dan gewoon ietsjes breder maak. Oh ja, kijk. Nou heb ik het opgelost. Oké. Ook nog even een lampje hier op het hoekje. Hier en hier. Kijk. En nou is het gewoon bijna vergelijkbaar met die andere kant. Top. Oké, weet je wat? Dan zet ik hier nog wat hindernissen neer. Want ja, misschien dat je in de longeerbak ook nog een balkje wil neerleggen. Of wat anders. Kijk, ik heb hier een hele mooie hindernisopslag. Dus dan kan ik even wat hindernissen jatten. Kan ik deze nog een andere kleur maken? Want ik vind... Ja, oh nee, deze wil ik een andere kleur. Want ik vind rood altijd heel mooi voor een hindernis. Kijk, ja, rood en blauw. Dit is toch toppie? En dan maak ik de grond weer hier ietsjes donkerder. Zo, oké, hoppakee. Even kijken hoe ik het hier heb afgewerkt. Oh, kijk, ik heb ook nog van die lampjes op de hekjes gedaan van de paddocks. En ik heb nog bloemen neergezet hier zo. Wat raar, maar oké, laat ik eerst eventjes inderdaad die lampjes toevoegen op de hekjes. Ik wil wel alles een beetje hetzelfde. Ik denk dat de logeerbak redelijk klaar is. Het eerste onderdeel van het pleintje op de manier.
neusje is nu klaar. Ik ben er best wel blij mee. Ik had eigenlijk niet verwacht dat het nog zo goed zou lukken. En oh, wacht even. Ik zie hier nog wat bomen en planten. Misschien is het nog wel wat leuk om wat bomen aan deze kant toe te voegen. Ik verander echt om de 3 seconden van een nieuw idee. Zo, en dan doe ik hier nog een beetje groene plantjes erdoorheen. Dat het nog wel een beetje netjes lijkt. Ja, misschien is dit wel goed. Want als ik weer bomen ga doen, ja, dan ga je het weer niet echt zien vanaf deze kant. Ik denk dat we een aardig eind zijn met de longeerbak. En dan ga ik nou maar toewerken naar dit pleintje. En ik denk dat het... Ja, het is wel smal, hè? Als ik hier nog een pad ga maken. Ik vraag me af of de paarden hier eigenlijk langs kunnen lopen. Want volgens mij hadden we hier ook een probleem. Dat het toen te smal was. En dat de paarden gingen botsen. Ze konden er niet langs. Maar ja, boeien. Ze doen het er maar mee. Ja, nu zijn dit wel een beetje twee van die rare hoekjes. Dus misschien moeten we daar ook nog even een plant neerzetten. Ja, oké. En hier nog eentje dan. Ja, kijk even. Dat is goed. Nou, ik presenteer hierbij onze longeerkraal. Tadaa! Allemaal dankzij jullie goede ideeën. Dus heel erg bedankt daarvoor. Oké, maar nu komen we uit bij dit gedeelte. Hier is de uitgang van de rijbak. Dus als we het pad doortrekken, dan komen we hier eruit. Maar hoe gaan we dit aan elkaar verbinden? En maken we ook nog een verbinding naar de normale weg? Hey, trouwens, waarom is dit niet netjes uitgelijnd? Heb ik hier nou nog niet het pad afgemaakt? Wat is dit? En heb ik nou hier ook nog geen groen toegevoegd? Wat slordig. Dat ziet er juist zo mooi uit. Hoppakee, ik doe eventjes een heggetje, want we hebben niet zulke hele kleine struiken. Is dit leuk? Ah ja, joh, het is prima. Oké, wacht, wat als we van dit gedeelte een beetje een chillplek, een open kantine maken? Want kijk, we hebben al een beetje een picknickplek, dus wat als we daar gewoon nog wat meer stoelen neerzetten, dat het echt gewoon een picknickplek wordt. Ja, kijk, dit soort dingen. Hier zo een schommel, dat lijkt me niet heel erg handig bij de paarden, want ik denk dat paarden daar best wel van kunnen schrikken, maar maakt niet uit. Dan kan je glijden en dan kom je gewoon uit bij de longeerkraal van de paarden. En een speelhuis. Ah! Oké, maar deze vind ik wel iets te groot. Wat hebben we hier? Oh ja, een soort van barbecueplek. Die vind ik wel heel enthousiast. Even kijken of we nog wat kleinere barbecues hebben. Kijk, ja, hier een bordje. Dat is toch super leuk. En dan kan je neerzetten van, kom, een openbare manege barbecue of zoiets. Ja, ik weet het niet helemaal. Of moet ik nou juist die picknickplek ook een beetje afscheiden? Want dan kan ik er wel een barbecue bij zetten. Dat is best wel leuk. Oké, wacht. Ik ga iets proberen. Ik heb hier de heg van de longeerbak. En wat als ik die dan doortrek? Oh, die poepglijbaan staat in de weg. Nou, die gooi ik dan even weg. Want ik vind hem ook best wel lelijk qua kleur. Ja, oké, dat was dus het probleem. Wacht, deze spulletjes staan ook in de weg. Deze moeten even hierheen. Oké, dan doe ik hem zo. Dan wordt hij wel iets breder, de weg. Maar anders denk ik dat de paarden niet hier zo naar binnen kunnen. Ja, deze unit. Kijk hoe groot dit ding is. Dit is toch superleuk. Die zetten we dan hier. En een bordje neer van joepie, ja, jee, er is een barbecue. Een leuke flamingo in de tuin. En hut, trouwens, hoe kom ik nou ineens aan 2 schommels? Ik dacht dat ik er eentje had neergezet. En er staan er hier ineens 2. Dus die kan weg. Oh nee, wacht, ik heb een idee. Deze die zetten we dan hier. En de barbecue daar. Zo, nog een speelballetje hier. Een speelballetje daar. En dan is dit een beetje de openbare kantineplek. Ik denk dat het best wel leuk is. Nou, ik weet even niet meer waar ik precies was gebleven. Maar ik denk dat jullie wel kunnen zien dat ik echt heel veel aanpassingen heb gedaan. Ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon eventjes wat bouwen en wat proberen. En ik ben een beetje tot dit uitgekomen. Ik heb de picknickplek heb ik eigenlijk nog wat luxer gemaakt. Want het had nog niet echt een vloer. Dus ik heb een vloer toegevoegd. Ja, wat is het? Een soort van bestrating. En ook wat plantjes. En nu ziet het toch wat meer uit dan alleen een grasveld. Er liggen nou echt wat tegeltjes in. Wat plantjes, versieringjes. En ik heb hier nog een extra chillhoekje toegevoegd. Met leuke bankjes en een bloemetje. En zoals je kan zien heb ik dus ook de weg aangelegd. Dan heb ik hier zo een heg neergezet. En hier is nog niks, maar daar kom ik zo. Wat ik eigenlijk nou heb gemaakt is de paddock doorgetrokken. Dus je kan nou eigenlijk vanaf de bak kan je hier zo naar de paddocks. En dan loop je langs de paddocks en dan kan je zo weer naar de rijbak toe gaan. En de rijbak die heeft nou ook een pad. En dat loopt vanaf de ingang naar, hoppakee, naar de poetsplaats, zadenkamer en wat daar allemaal zit. En wat ik hier heb gemaakt is eigenlijk een klein mini weilandje. Want we hebben natuurlijk hier zo voor de paarden ons paddock paradise. En er zit wel een beetje een weiland met een vijver. En we hebben natuurlijk die afgesloten stukjes chaos. Dus ik dacht eigenlijk, weet je wat, we maken anders gewoon een klein paddockje. Maar dan is het geen zandpaddock, want dan maak ik een kopie van deze. Maar dan is het gewoon, een graspaddockje. En ik heb er nog een beetje wat bloemetjes in gedaan. En kijk even, dit hek dat lijkt wel kapot. Volgens mij klopt dat niet helemaal. Nee, nou klopt het helemaal niet meer. Wacht, oh, nou is het heel, oké. Dus dat heb ik eigenlijk in de tussentijd gedaan. En ik moest echt eventjes zonder de camera gaan bouwen en kijken wat ik kon maken. En dit is het tot nu toe geworden. Maar ik ben nog niet klaar. Want zoals je kan zien is het langs deze kant nog een beetje kaal. Oh ja, ik heb ook nog wat versieringen langs de manege opgehangen. Want ik zag dat de stal helemaal geen lampen had. Dus die heb ik nou toegevoegd. Het is een beetje een loze ruimte waar je precies niks mee kan. Dus zoals je kan zien was ik nog niet helemaal
al klaar. Oh, ik heb ook deze varens. Misschien is dat wel leuk, want anders heb ik continu dezelfde soort planten. En dan doe ik ze om de twee tegeltjes doe ik zo'n plant. Hier en dan 1, 2, 1, 2 hier. Oké, dit komt precies goed uit. Misschien is dit wel leuk. Ik weet trouwens niet of het nou ook in de manege zelf zit of niet. Oh, poep. Misschien was dat niet heel handig. Kijk maar, ze zitten ook in de stal. Hoe kan dat nou weer? Oh, wacht. Misschien moet ik ze nog ietsjes hierheen verplaatsen. Ja, kijk, ze stonden ook echt in de stal. Oké, en dan hebben we nog één gedeelte hier zo om te fixen. En dat is dit stuk. En daar heb ik eigenlijk een best wel leuk idee voor. We gaan weer even naar mijn favoriete, ja, eigenlijk niet favoriete onderdeel. Het liefst wil je zoveel mogelijk bomen en planten neerzetten. Maar toch gaan we het eventjes bestraten. En dan had ik een idee om daar, ja, kijk eens, om daar dus poetsplaatsen neer te zetten. Want ja, tuurlijk, je wilt toch het liefst in de buurt van, de rijbak waar je moet rijden. Je paard kunnen opzadelen en even kunnen poetsen. En dit leek me best wel een prima stekje om dat nog te kunnen doen. Net even dat kleine pleintje opvullen. En ja, ik moet nog steeds de poetsplaats aan de buitenkant afmaken. Ik heb heel veel tekeningen van jullie ontvangen om hier wat cools mee te maken. Dus dat moet ik nog doen. Maar we doen eerst eventjes dit stukje. En ik denk dat dit best wel leuk is. Oké, wacht. Misschien dat we het op deze manier net iets meer afsluiten. Als we hier nog een bord neerzetten. Of wacht, wat als ik het heggetje toch iets meer doortrek? Nee, ik moet zeggen, ik vond het idee met het heggetje misschien wel leuk. Anders krijg je toch weer een beetje een kaal pleintje. Misschien dit dan? Ik weet het niet helemaal. Of dat ik het toch helemaal dit weg moet laten. Deze ook nog zo. Oké, misschien zo dan. Wow, hebben we nou dan ineens dit gedeelte van de manege opgevuld? Het is eigenlijk best wel bizar, want dit gedeelte wat we net hebben gemaakt, dat leek aan het begin van de video een beetje een gek stukje, een beetje een raar eiland. Maar we hebben het nu eigenlijk helemaal verbonden aan de rest van de manege. Waardoor je nou makkelijk naar de paddocks kan gaan. Je kan nog weer naar de rijbak. Je kan de logeercirkel van meerdere kanten benaderen. Je kan, als je je auto hier hebt geparkeerd, die zo lekker naar de kantine zonder dat je een heel poep eind moet gaan omlopen. Doe een duimpje omhoog als je deze manege tot nu toe al heel erg mooi vindt. Ik ben echt blij. Ik had echt niet gedacht dat het nog zo cool en zo mooi zou worden. Dus ik ben heel benieuwd wat de paarden ervan vinden. Hij is aan het opslaan. Ik hoop dat het lukt. Dat is altijd wel een spannend stukje of die wel weer opslaan. Wat ik net in de andere 1,5 uur heb gemaakt. Oh, het is gelukt. Ik ga hier misschien eventjes een paard vastbinden. Dat klinkt trouwens echt heel gemeen. Oké, we doen hier een paard. Anders dan doe ik ook hier zo'n paard in de paddock. Ik weet eigenlijk niet waar al mijn paarden zijn gebleven. Die hebben een beetje een eigen wil hier op de manege. Ja, kijk maar. Dit paard dat zit gewoon bij het hondenhok. Oh, de krantenjongen. Kijk, die komt even nog meer kranten brengen. Ja, echt super aardig, lieve jongen. Maar kijk eens even hoeveel kranten ik hier heb. Ze liggen hier allemaal echt voor oud vuil. Oh ja, hij legt er nog één neer. Ja, thanks. Yes, kijk, daar komen de paarden aan. Er staat op dit moment één paard hier zo in de openbare kantine. Nou, echt gezellig. Dat is niet echt de plek waar hij thuis hoort, maar dat maakt niet uit. Oh, en we hebben hier de poetsplaats. En mijn poppetje zit weer te zeuren dat ze ergens niet naartoe kan. Ik snap het niet. Waarom zitten ze gewoon weer te zeuren dat ze niks kunnen doen? Wow, kijk nou. Er staat hier toch gewoon een poetspaal. Ik kan jou toch hier aan vastbinden, maar blijkbaar dus niet. Kijk, ja, de paarden gaan in de paddock. Ja. Het lukt. Of nou ja, in ons mini weilandje Veulenwei. Misschien zou je het ook zo kunnen noemen. Want ja, in principe zit het weiland best wel in het toezicht. Het zit in het toezicht van de stallen, de rijbak, de paddocks. Kijk, hier zo. Kijk eens even. Er is een paard hier aan het eten van het hooi. Dus dat kan wel. Maar vastbinden lukt op een of andere manier niet. Oh, de paarden vinden het leuk. Ze zijn allemaal blij. En nee, het lijkt er toch op dat ze niet aan de paal kunnen worden vastgezet. Ik snap ook niet waarom. Laat even weten in de reacties waarom het niet kan. Maar op zich maakt het niet heel veel uit. Want het gaat natuurlijk weer een beetje om het plaatje. Maar kijk eens even, ze maken er gebruik van. Kan ik ook schommelen? Daar ben ik ook benieuwd naar. Werkt het? Want ik had die schommel natuurlijk wel een beetje dicht bij die barbecue geplaatst. Dus ik hoop dat het goed gaat. Ja, dan kijk eens even, joh. Het gaat gewoon goed. Hoppakee. En nu springen. Ja, dat deed ik vroeger altijd. Springen vanaf de schommel. Oh, kijk even. Ze komt bijna met een gat over de heg heen. Oh, kijk. Ja, hop. Wow, maar ik vind dit plekje op de manege wel echt geslaagd. Ook echt wel een keertje leuk om allerlei verschillende onderdelen te maken. Dus in de volgende aflevering, dan is het tijd voor misschien de kantine, misschien de zadelkamer. En sowieso om de laatste details van de manege even af te maken. Maar wat moet ik doen met de serie? Is die nou bijna afgelopen omdat de manege bijna klaar is? Laat het even weten in de comments. En abonneer natuurlijk op mijn YouTube kanaal voor nog veel meer video's over de Sims 3 en de Sims 4. Doe nog zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Doe het snel. Abonneer op mijn kanaal. En dan tot in de volgende video maar weer. Doei doei!